Hallo allemaal en welkom terug. Goedemorgen. Het is 27 december. Vrijdag 27 december. En het is heel erg vroeg en koud. Alle kerstmistroep is weg. En dit hele huis is fantastisch schoon. Dus daar ben ik heel erg blij om. Ik ben als een gek aan het werk gegaan vanmorgen vroeg. Mijn naam is Vidioot. En ik ben een diehard fan. Een echte fanboy van deze mevrouw. Burgemeester Femke Halsema. De allerleukste en allerbeste burgemeester in de hele wijde wereld. Of all time. Burgemeester Halsema heeft een beetje pittig jaar achter de rug uit. En dat gezeik met haar zoon. En dat gezeik met haar echtgenoot, die dat waardeloze interview gaf in het NRC, waar hij aan het afgeven was op mevrouw Halsema. En aan het piepen en aan het mekkeren was. En ja, dat wapen was van hem. Dus ja, ik hoop, ik vind, dat die twee heren, haar zoon en haar partner, de burgemeester extra moeten verwennen met de kerst. En dat betekent kerstcadeaus. Dus ik ben bloedje nieuwsgierig wat burgemeester Halsema voor de kerst heeft gekregen. Ik zelf heb niets gekregen voor de kerst. Daar is een hele goede reden voor. Ik had mijn kerstcadeautje namelijk al gekocht. Een tijdje geleden kwam ik dit tegen. De Skull Shaver. Toen dacht ik, hey, dat is een mooi ding. Maar die dingen zijn heel duur. Echt 180 euro of zoiets. En het lijkt mij wel wat om mezelf zo te scheren. Kijk, hier een kleine kindje. Oh, wat papa, wat ben je glad. Ja, leuk hè. Maar goed, ze zijn ook niet overal te krijgen. En als je ze ergens kunt krijgen, zijn ze belachelijk duur. Nee, ik heb deze gekocht voor mezelf. De Remington XR 1410 Flex 360 Grooming Kit. En deze kost geen 100 zoveel euro. Ik geloof dat die nieuw voor de reguliere prijs kost die iets van 7 tientjes. Maar dat was ik niet kwijt. Ik was 58 euro kwijt of zo. Ik had hem in de aanbieding. En ik heb hem een paar maanden geleden gekocht. En ik kan met enige mate van zekerheid zeggen, dit is het allerbeste scheerapparaat ooit. Echt waar, dit is een fantastisch ding. Al die rotzooi erbij, die heb ik niet nodig. Ik heb geen baard. En ik heb ook geen bakkenbaarden die ik moet scheren. Dus ik gebruik echt alleen dit. En dan hier voorin zit nog een klepje, kijk hier. Dat is een tondeuze, mocht je die nodig hebben. Maar die heb ik ook nooit nodig. Ik gebruik dit ding zeg maar om de dag voor zowel mijn gezicht als voor mijn hoofd. En ik vind dit ding helemaal fantastisch. Hij laadt snel op. Hij is volledig waterdicht. Dus als je echt gek wil doen, dan kun je crème op je hoofd smeren, crème op je gezicht smeren. En er zo mee onder de douche stappen. Dat doe ik soms. Meestal scheer ik mijzelf gewoon helemaal droog. En ja, ik ben zo klaar. Ik heb niet zoveel haargroei en zoveel baardgroei. Ik vind dit een fantastisch apparaat. De Remington XR 1410 Flex 360. En ik heb hem gewoon wat eerder aangeschaft, omdat hij in de aanbieding was. Dus dit was mijn kerstcadeau. Dit is wat ik heb gekregen van de kerstman. En dankjewel kerstman. Ik ben er heel, heel, heel erg blij mee. Het is hierop gebaseerd natuurlijk. Alleen ja, dit is heel duur en onnodig duur. Deze heeft 5 koppen. Ja, misschien als je hele zware groei hebt. Er zijn natuurlijk scheerapparaten van 200, 300 euro. En er zijn mensen die dat ook uitgeven. Als je het kunt missen. Ja, ik weet niet. Dan zou ik het denk ik nog niet doen. Skull Shaver Bald Eagle. Wie heeft er ooit van gehoord? Helemaal niemand. Maar Remington. Ja, dat is een heel bekend merk. Het bestaat al bijna 200 jaar. Hier kun je makkelijker onderdelen voor krijgen, et cetera. En het is zoveel goedkoper.
Dus ik zeg, dit is het allerbeste scheerapparaat ooit. Ik ben er heel erg blij mee. Ik doe er ook heel zuinig op. Want hij mag nooit stuk gaan. Eén keer per maand haal ik die scheerkop, die kan eraf. Die klep je open. En dan zet ik hem in een bakje water met een heel klein beetje gewoon afwasmiddel erin. En dan laat ik hem een tijdje dobberen. En daarna droog ik dat af en dan doet hij het weer prima. De Remington XR1410. Die heb ik gekregen van de kerstman. Mevrouw de burgemeester, wat heeft u gekregen van de kerstman? Daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar. Dat zijn dingen die wij willen weten. Laten we hopen dat ze erover posten of zo op Instagram of wat dan ook. Ik ben blutje nieuwsgierig. Ik vind, na het jaar wat u achter de rug hebt, verdient u het om extra verwend te worden door de kerstman. En ik hoop dan ook van ganse harte dat dat gebeurd is. Ik ben heel erg verwend, zoals u kunt zien. Nou, lieve mensen, dat was hem weer. Tot de volgende keer.